Hallo allemaal en welkom bij dit filmpje voor Levensbeschouwing. We gaan het hebben over taal. Bij Levensbeschouwing maken we het onderscheid tussen twee verschillende soorten taal. Zakelijke taal en symbooltaal. Zakelijke taal is dat je letterlijk zegt wat je bedoelt. Er is maar één betekenis en daar kan geen twijfel over bestaan. Voorbeelden: ik woon in Dongen en 4 plus 2 is 6. Bij symbooltaal maak je gebruik van figuurlijk spreken, van beelden. De dingen die je zegt kun je niet letterlijk nemen. Zo zijn spreekwoorden en gezegden symbooltaal. Wanneer iemand zegt dat hij iemand gaat versieren, snapt iedereen dat je geen slingers en ballonnen aan die persoon gaat vastmaken. We bedoelen net wat anders. Over sommige dingen kunnen we niet anders spreken dan in symbooltaal. Hoe zou je bijvoorbeeld over de liefde kunnen praten? In zakelijke taal kom je waarschijnlijk niet veel verder dan positieve gevoelens, bijvoorbeeld voor een partner. Maar iedereen die verliefd is geweest weet dat dit een beetje een droge, saaie uitleg is van iets dat zo mooi is. Een beeld kan helpen. Liefde is als een roos, bijvoorbeeld. Je zegt dan ineens een hele hoop dingen tegelijkertijd. Het liefde is mooi, maar liefde kan ook overgaan, zoals een bloem kan verwelken. En er kunnen pijnlijke kanten aan zitten soms, bijvoorbeeld wanneer een verkering uitgaat. En een roos heeft ook doornen. Kortom, zakelijke taal. Feitelijk, letterlijk en maar één betekenis. Symbooltaal, beeldend, niet letterlijk maar figuurlijk. En meerdere en diepere betekenissen. Ik hoop dat u een beetje duidelijk was. Dank voor het kijken en als er vragen zijn, laat een reactie achter hier beneden. Dank jullie wel, houdoe! Created using Powtoon.